Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Met in deze editie. Adenhaag pakt 3 heel belangrijke punten tegen Roda JC. En een terugblik op het duel met middenvelder Nasser El Khayati. Adenhaag pakte een knappe 4-1 zege op concurrent Roda JC. Haaglanden Voetbal was erbij. Na afloop de persconferentie met ADO-trainer Fons Groenendijk. Rob Blankenstein stelt de vragen. Fons, allereerst gefeliciteerd. Dit moet het nodige vertrouwen geven voor de laatste 6 wedstrijden. Nou ja, dat hadden we toch al. Hè, want op AZ na zijn we toch al aan een goede reeks bezig. De laatste 5 wedstrijden 8 punten. Dus dat is goed. En langzaam maar zeker zie je inderdaad dat het vertrouwen groeit. En daar helpt deze uitslag natuurlijk ook weer bij. Want 4-1 tegen een directe concurrent. Ja, dat is wel een prima uitslag natuurlijk. Dus daar zijn we heel blij mee. Becker, man of the match. Scoorde gelijk in de eerste minuut al. Ook zijn optreden, zijn hele performance vanmiddag was positief. De jongen heeft natuurlijk een hele moeilijke aanloopsituatie hier gehad. Ja. Hij kent jou. Is dat ook iets waarvan je kunt zeggen van... ik ken hem beter als de vorige trainer en daardoor presteert hij beter? Of is dat kort door de bocht? Dat is kort door de bocht. Maar het is wel zo dat natuurlijk... ik ken hem al wat langer uit de Ajax-jeugd en dat kan voor hem ook een nadeel zijn. Want dan weet ik ook waar het aan schort soms bij hem. Maar ik weet ook als geen ander zijn exceptionele kwaliteiten die hij heeft. En dan moet je alleen een moment prikken en dat doe ik dan altijd met de staf. Dat doe ik altijd in overleg van wat is nou een mooi moment om hem te brengen. Want we weten natuurlijk wel wat hij kan. Maar dan moet je hem eerst zover hebben dat hij datgene doet waar hij goed in is. En dat moment was vandaag goed. En daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. Hè, want ja, dat had ook anders uit kunnen pakken. Maar ik ben vooral blij voor hem. Ook richting de supporters. Want dit is echt gewoon wel een goede jongen. Die heeft het hier inderdaad moeilijk gehad. En hij heeft vandaag laten zien wat hij allemaal kan. Ja, en dat is veel. De 2-0 komt voort uit een strafschop. Nasser pakte gelijk de bal. Was dat spontaan of was dat van tevoren bepaald? Ja, dat deed hij ook al bij Go Ahead. Toen ik hier net een dag was, ik dacht, hey, dat is wel mooi. Als zo'n joch dat doet, dat geeft aan dat hij goed in zijn vel zit. En ook dat is gewoon een speler die ons beter kan maken. En die heeft vandaag ook een prima wedstrijd gespeeld. Dus ja, de keuzes worden daardoor ook niet makkelijker. Hè, want spelers willen allemaal meedoen. Maar we hebben ook iets met elkaar afgesproken. En dat blijft in de kleedkamer. Maar het is wel iets wat er ook bij hoort. Teleurstelling. Ja, dat je niet altijd mee kan doen. Dat weten die jongens ook. Maar we hebben ze wel allemaal keihard nodig. Tot slot, 3 punten is natuurlijk heel belangrijk vanmiddag. Het heeft natuurlijk weinig waarde als je komende woensdag geen goed resultaat neerzet daar. Oh, je hebt helemaal gelijk. Dan sluiten we daarbij af. Nee, dankjewel. Na afloop haalde Haaglanden Voetbal ook de maker van het tweede doelpunt, Nasser El Khayati, voor de camera. Nasser, allereerst gefeliciteerd. Een ruime overwinning. Dat ADO zou winnen had ik wel verwacht, maar niet met zulke cijfers. Ja, dankjewel. Je had het wel verwacht. We moeten het natuurlijk wel nog doen. Tuurlijk, we spelen thuis tegen de directe concurrent. Het kan gewoon alle kanten op. Maar een heerlijke overwinning, cruciaal, denk ik. Maar ja, goed begin. We moeten door. Even naar het begin van de wedstrijd. Gorter valt in de warming-up uit, dan moet jij erin. Uiteraard hou je als speler altijd rekening mee dat je kan voetballen en moet voetballen. Maar hoe moeilijk is het dan voor jezelf om weer in die sfeer te komen, zeg maar? Nou, moeilijk. Als je het over moeilijk hebt, het was voor mij sowieso een beetje moeilijk. De afgelopen wedstrijden niet veel gespeeld, niet veel aan bod gekomen. Maar ik ben wel iemand die altijd klaar is. En maak geen verschil of ik het nou net voor de wedstrijd hoor of een dag van tevoren. Ik was gewoon klaar. Even naar de wedstrijd. ADO komt vrij snel op 1-0. Daarna zat de 2-0 eigenlijk eraan te komen. Uitstekende crosspaas van jou op Becker die hij een beetje verkeerd inschat. Anders had dat op dat moment al 2-0 kunnen zijn. Ja, klopt. Ja, ik probeerde hem daar weg te steken. En het was een beetje een miscommunicatie. Uiteindelijk had hij de bal wel. Maar als hij hem iets beter had gezien, dan was het in ieder geval een grote kans geworden. Ja. Dan daarna krijgt Adelaag een penalty wegens Hensbal van de Kuhm, dacht ik. Jij pakt resoluut de bal. Was dat van tevoren bepaald? Of? Nee, we bepalen niet echt van tevoren wie de penalties gaat nemen. Maar als ik in het veld sta, dan eis ik hem gewoon op. Zoveel zelfvertrouwen heb je wel? Ja, zeker. Dan
komt de tweede helft, zeg maar. Ja, dan is het logisch dat Roda probeert die aansluitingstreffer te realiseren. Maar het heeft daar echt bijna niet ingezet voor hun. Nee, op een gegeven moment hebben ze alleen maar de lange bal gehanteerd vanuit het centrum. Gewoon rechtdoor een extra spits erin. Ja, dat was voor ons eigenlijk makkelijker dan dat ze zouden proberen te voetballen überhaupt en wat te proberen te creëren. Maar goed, mooi voor ons. Dan komt daarna die 3-0, ja, dan is het eigenlijk over en uit. Ja, dan is het, tenminste, dat moeten we gewoon niet onderschatten. Dat kan natuurlijk altijd spoken. Maar goed, we bleven gewoon goed compact spelen, goed gefocust. En we bleven doorgaan, blijven zoeken ook naar die vierde en die kwam. En toen was het wel gespeeld. De eindfase van de competitie is bezig, zeg maar. Wat dat betreft pak je niet alleen de 3 punten, maar ook qua doelsaldo achterhaal je Roda sterker nog. Je hebt nu 1 saldo meer als Roda. Ja, dat is alleen maar mooi. Altijd mooi om een grote uitslag neer te zetten, helemaal in de situatie waar wij nu in zitten. Dus als we ze hebben ingelopen op doelsaldo, dubbel winst. Komende woensdag naar Willem II en dan volgende week zaterdag hier thuis weer tegen Groningen. Die wedstrijden moeten punten opleveren, want als dat niet het geval is, dan is deze overwinning ook heel weinig waard. Ja, maar goed, we mogen er even van genieten. Dat moeten we zeker doen. Ik vind niet dat we deze wedstrijd moeten vergeten. Tuurlijk, vanaf morgen is die vergeten, maar nu gewoon even genieten. En dan goed naar woensdag toe, want er is nog niks gewonnen. Tot slot, er is heel uitgezegd een never changing winning team. Dus dan moet je de komende woensdag weer bij zijn. Ik ben er klaar voor. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Tot dan!